Dit is even een recapitulatie vorige keer. Even de lijnen oppakken. Vorige keer vooral over gehad van hoe in stedenbouw ruimte het medium is. En het object waarin we werken. Dat het onderzoek wat mij betreft heel erg over skills zou moeten gaan. En dat tekenen daar heel belangrijk in is. Nou, we hebben het natuurlijk over Zaanstad gehad en over die oefening. En ook nog even als recapitulatie, we hebben het over verschalen gehad en over lijnen. Hoe breng je nou de schaal en de omvang van de echte ruimte buiten? Hoe krijg je die in de vingers? Hoe kan je daar nou in je eigen werk iets mee doen? En we hebben het ook over Zaanstad gehad. En we hebben het over lijnen gehad. De lijnen, natural lines, lines of the feet, lines of the brain, en lines guiding wheels, or wires. En we hebben het ook over Zaanse lijnen gehad. Met onder andere de ladderstructuur. Hè, de kamstructuren die ladder worden. En die in Zaanstad eigenlijk een circusladder is. Met allerlei rare... Kan je even de cursor op height drukken? Oh ja. Oh ja. Zo'n mooie video. Oh. Zitten we opeens... Frans, wat doen we? Ja, daar is hij. Ja. Vandaag wil ik eigenlijk op de thema's voortborduren, maar wat dieper ingaan op het begrip ruimte. Over place en space en over een paar manieren om daarmee om te gaan. Framing the view en bewegen en sequenties ga ik allemaal uitleggen. Ik ga het vervolgens weer inzoomen op Zaanstad. En dan ga ik op een veel kleinere schaal kijken dan de vorige keer gedaan hebben. Ga ik het ook hebben weer over lijnen, over ruimte en over gebouwen. En dan heb ik twee oefeningen. En de ene die heet Seeing, Drawing, Flying. En de andere heet De fauteuil in de kijkdoos. Over ruimte. Ruimte is eigenlijk een heel dubbelzinnig begrip. Hè? Dus je kunt ruimte aanduiden of bevatten door eigenlijk de begrenzingen rondom een ruimte. Hè? Zoals deze zaal, muren, plafond, vloer. Daarmee is de ruimte concreet, hij is meetbaar, hij is gedefinieerd. En nou ja, dat is als het ware de ruimte zoals die in architectuur objecten van ons werk is. Maar tegelijkertijd, als je het woord ruimte gebruikt, kan je ook denken aan juist eindeloosheid, afwezigheid van begrenzingen. De abstracte en totale ruimte die overzicht geeft, die juist ongedefinieerd is, die doorgaat tot in het heelal, bij wijze van spreken. En waar de zee of... groot open water vaak het duidelijkste voorbeeld of symbool van is. Die twee betekenissen van het woord ruimte die lijken eigenlijk tegengesteld. Hè? Besloten, begrensd of juist onbegrensd en ongedefinieerd. Nou, het gekke is, ze lijken in het uiterste tegengesteld, maar uiteindelijk is het een soort glijdende schaal. He, als je een ruimte hebt en er hoeft maar een raam in te zitten, en je hebt al contact met een andere dimensie, die verwijst naar space, naar eindeloosheid. Je weet niet precies wat er buiten is, het kan, de ruimte gaat om. Als je denkt aan wanden en een vloer, en je haalt één wand helemaal weg, dan heb je... een soort kijkdoos, maar als je twee wanden weg had, heb je een straat. Hè? Je hebt zijwanden, je hebt een vloer, het plafond is weg. Dan zijn de wanden en de vloer zijn onderling bepaald, maar de ruimte is verder eigenlijk al onbepaald. Wat je in steden ziet, is dat er ook vaak water in de stad zit, als in de vorm van een gracht of een singel. Die brengt nog meer die dimensie van space, van eindeloosheid, in de begrensde ruimte van het dwarsprofiel. En uiteindelijk, als je... in het rechterplaatje één wand helemaal weghaalt en als het ware een straat
meteen aan de open ruimte van groot open water legt, of aan een groot open landschap, dan heb je helemaal dat de gevel en de vloer van de straat, die houden nog net die dimensie van place vast, maar tegelijkertijd heb je een enorm contact met de open ruimte eromheen. En ja, ik denk altijd dat de momenten en de plekken waarbij je die twee dimensies van place en space tegelijkertijd kunt ervaren, dat vind ik als het ware toch de ruimtelijke topervaringen. Hele goede architecten of hele goede stedenbouwers, die weten vaak dat te bespelen. Dat je tegelijkertijd iets van die beschutting ervaart, maar ook contact hebt met de hele grote open ruimte van uiteindelijk, nou ja, laten we even stoer doen, de kosmos. En dat is geen theorie, denk ik. Hè. Dit is een heel Hollandse plaatje in Waterland bij Durgerdam aan het IJsselmeer. Een beetje op dezelfde hoogte als Zaandam. Heeft er een soort verwantschap mee. Maar je ziet links een weggetje, beschermd door een hele kleine dijk. Je ziet de gevels van de huizen er langs staan. Dat heeft bij elkaar een soort hele bevattelijke schaal. He, dat straatje, dat is met drie stappen in de dwarsrichting, ben je het over. He, je kunt bij wijze van spreken de deurknop van de voordeur al pakken terwijl je daar rondloopt. En vervolgens vouwt het zich naar beneden. Dan heb je eerst het riet en dan daarachter zie je het water. En helemaal in de verte zie je zelfs alweer een... even kijken. Oh, ging te hard. Nee, andere kant. Hier zie je alweer een volgend schiereiland. En wat ik zo mooi vind, is dat dat straatje, dat maakt net een soort knik naar die kapel toe die daar staat. En daardoor is het net alsof de bepaalde ruimte van het dijkje en de straat, als het ware de grote ruimte, omarmt. Het is bijna alsof het aan een baai ligt en het, de kapel op een kaap staat. En die omarming, die versterkt nog dat gevoel van eigenlijk beschutting, terwijl je tegelijkertijd die openheid ervaart. Nou, dit kan je natuurlijk op allerlei plekken, hè, dit was een heel Hollands voorbeeld, dit is in Berkeley bij San Francisco, en ja, daar heb je natuurlijk hier zo'n plekje onder die boom, dat heeft nog iets heel erg van een soort place, in de schaduw kunt er tegenaan leunen, je kunt je benen over de helling laten bungelen, en intussen heb je echt een waanzinnig uitzicht op een stad met zo'n stratenplan. Zo'n gridplan die weer naar de eindeloosheid gaan, die op de B-area uitkijken. En vervolgens bergen aan op de achtergrond. En hier zie je de Golden Gate Bridge. En daarachter zie je de Pacific. Dan gaan we door tot aan China. Dus, en die opeenvolging, nou, daar ga ik meer over vertellen. Over framing the view, de Golden Gate Bridge frames the view. Hè? Heeft Frans ook nog eens een mooie tekening van gemaakt. En dit ook over een San Francisco, weer even dat, je ziet een grote stad liggen, je ziet bergen, je ziet zelfs nog een hangbrug in de verte, en weer volgende eilanden, maar het is even die omarming, die baai, die maakt dat het dat gevoel van place en van space allebei heel hevig oproept. En dit is een klassiek voorbeeld natuurlijk, Venetië. He, waarbij je de San Marco-plein hebt, met die L-vormen, die heel erg dat gevoel van place heeft. Eigenlijk bijna een kamer, met gebouwwanden als muren. En dan hier zo eigenlijk één, dat plein, dat foute hoek om, hier is het open. Dat is bijna een soort raam. En dat kijkt dan uit over de baaien van Venetië, hier staat dan nog een hele mooie kerk van Palladio, en daarachter liggen weer eilandjes, en daar ligt nog weer eiland Lido, en daarachter ligt de Adriatische Zee. Dus dat heeft een soort opbouw van heel beschut, heel bepaald, architectonisch gedefinieerd, tot en met uiteindelijk de ruimte van de zee. En daarin doen al die gebouwen en die coulissen doen mee. Ja, dit is natuurlijk ook een leuke tekening om te laten zien, dacht ik. Maar... ja, ik heb hem gemaakt, ja, al heel lang geleden trouwens, maar terwijl ik hier stond, dat kruisje, ja. Heb je zo'n bruggetje, nou ja, dat ga ik niet allemaal uitleggen, maar je kunt ook zien dat ik
eenmaal om me heen even staan kijken. Hier staan de lantaarnpalen, hier liggen de bootjes en de steigers. Hier staat een kiosk. En dus op een of andere manier ben ik bezig geweest om allemaal details uit wat ik om me heen zag bij elkaar te brengen en dat te combineren met wat ik in de verte zie. En dan een paar façades van gebouwen. Hè, dit is ook zo'n kerk met een timpaan en zo, om dat ook in de tekening op te nemen. Oh, deze wat ik. Nou, en hier heb ik het onlangs geprobeerd om hetzelfde voor Rotterdam te doen. Dus dit is eigenlijk een beetje getekend vanuit dat kleine parkje bij Deliplein op Katendrecht. Hier heb je de hoerenloper, die nieuwe brug, de Minopier en dan ook weer dat enorme effect van die bocht. En dat je, nou ja, hier is het niet de zee die je direct ervaart, maar de rivier met die bochten. Ja, dat heb je natuurlijk hier ook, dat RGM-plein zelf. Je voelt het altijd gewoon van, nou, nog even en we gaan schepen. Hè? Dan ligt Amerika aan de overkant, Engeland. Nou, bij tegelijkertijd, hè, over space en space, en de dimensie van eindeloosheid die erin zit. Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat ruimte niet alleen een meetkundig gegeven is, zoals we in de architectuur vaak geneigd zijn om te gaan denken. Hè? Want het gaat over maten, breedte, diepte, hoogte. Maar het is ook echt een zintuigelijk begrip. Alle zintuigen komen in het spel. Dit is een tekeningetje van Descartes, de filosoof. En dat vind ik ook heel mooi, omdat het eigenlijk laat zien dat ogen en brein en spieren en je hand, op de een of andere manier werken die allemaal samen. En nou ja, het grappige is, je kunt je bij dit plaatje voorstellen, als er een potlood in die hand zit, dan is het al bijna een tekening. Hè? Dan, dus ook het samenwerken van dingen zien, het in je hoofd verwerken, daar met je hand iets mee doen en daardoor een tekening kunnen maken, dat is ook een koppeling van mentaal en zintuigelijk en fysiek. En wat ik ook altijd geweldig vind, is dat die ruimte begint eigenlijk al, nou ja, in je lijf, denk ik. Als je ademhaalt, je longen. En het zit zo in de rand van je lijf. En in de handen zijn een soort middel waarbij je al ontzettend snel ruimte tot uitdrukking brengt. Of ruimtelijke gestures, gebaren maakt. Als je ruimte uitlegt, of het omhullend is, of het eindeloos is, of het dingen botsen, of dingen in elkaar grijpen. Moet maar eens opletten als mensen dingen uitleggen. Ja, ik gebruik dat ook altijd. Elsbeth, een collega van me, zegt, het is eigenlijk dansen. Hè? Gewoon hoe je met je lichaam in de ruimte beweegt en daarmee ruimte definieert. Nou ja, ook hoe je ruimte op een grotere schaal dan je eigen lichaam, hoe je die eigen maakt, dat doe je zowel fysiek als mentaal. Dus fysiek is van dat je de ruimte eigenlijk aftast en stap voor stap eigen maakt. Als kind begin je, nou ja, als baby zou ik maar zeggen, is het natuurlijk van, je begint je aan een tafel op te trekken. Je gaat stappen maken, je begint ruimte te meten. Uiteindelijk denk ik dat je daar je hele leven mee bezig blijft. Tegelijkertijd kan je ruimte natuurlijk ook fysiek of mentaal begrijpen, doordat je dingen in de verte ziet en doordat je uit ervaring weet van hoe ver het ongeveer is, hoeveel tijd het kost om daar te komen. Dus het is een soort combinatie van meten met het oog en het brein en calculeren, waardoor je de ruimte mentaal kunt overmeesteren. Die beide dingen, die beide manieren zijn denk ik voor ons als ontwerpers echt ontzettend belangrijk om je daar bewust van te zijn. Ook omdat, laat ik zeggen, die daad van kijken, verwerken, spieren, hand, tekenen, een manier is om de grote ruimte je eigen te maken en als het ware in de vingers te krijgen en weer te vertalen naar een schaal die bij de palm van je hand past. He, dit is een tekeningetje van Siza, Alvaro Siza, die tekent aan een museum in Korea. Waarschijnlijk zit hij in Porto.
in Portugal, daar woont hij. Maar een van de zalen van, van dat museum past gewoon in de palm van zijn hand. Dat vind ik eigenlijk wel zo ontzettend grappig. Wat voor een mentale en fysieke sprong je maakt. Van iets wat heel groot is naar uiteindelijk iets wat hanteerbaar is voor jezelf. En het grappige is, dit is Sabine Thomas van Palmbout. En die is ook gewoon zo aan het tekenen. Met een A4 stukje schetsrol. Maar ze tekent daar een gebied van 20 bij 30 kilometer. Dat is een stuk van New Orleans. Dus een regionale kaart. Dus ook, je kunt dus blijkbaar in dat kijken, verwerken en tekenen, kun je schaalverschillen overbruggen van onwaarschijnlijke dimensies. Daar gaat ook dit schema over. Dit is van Egbert Stolk. Die is daarop gepromoveerd in Delft. En die heeft eigenlijk een heel mooi overzichtje gemaakt van hoe de omvang of de schaal van waar je naar kijkt en wat je object van observatie of je object van ontwerp is en de schaal van je eigen lichaam en de schaal waarop je iets verwerkt, hoe dat met elkaar te maken heeft. Als je gewoon een koffiebekertje hebt, dat past als het ware in de palm van je hand. En je kan het door, terwijl je op je plaats blijft zitten, van alle kanten bekijken. En als je er een koffiebekertje zou ontwerpen, kun je eigenlijk gewoon een 1-op-1 model maken. Dat is niet zo moeilijk, je fout wordt vertonnen, hup, je hebt het. Als het om een meubelstuk gaat, furniture, dan is het al ingewikkelder. Dan moet ik er toch echt een wandeling maken om omheen te kijken, om het vanaf alle kanten te zien. En als ik daar een modelletje wil van, een voorstel voor wil maken, heb ik eigenlijk toch al de neiging, ja, kan het nog 1-op-1 timmeren, dit gaat nog net, maar 1 slag groter gaat niet meer. Je kunt ook gewoon eigenlijk al een schaalmodelletje maken. Bijvoorbeeld bij industrieel ontwerpen, hè, bij de schaal van het koffiekopje maken ze echt gewoon 1-op-1 prototypes en bij grotere dingen maken ze schaalmodellen. Als je nog een stap verder gaat en je hebt eigenlijk een architectonische ruimte, een kamer, een room, een place, dan moet je eigenlijk inderdaad rondlopen en ook rondkijken. Je kunt het niet meer in één blikveld vangen, wat er gebeurt. Dus om daar vat op te krijgen, moet je al andere dingen gaan doen. Je kunt overigens weer een maquette maken, dit is bijna een kijkdoos, hè, dat middelste ding. Maar je kunt ook tekeningen maken met de plattegrond en de gevels neergeklapt of een doorsnede. Je gaat dus allemaal hulpmiddelen bedenken om die grote ruimte, die vele malen groter is dan jijzelf, om die hanteerbaar te maken op een stukje papier. Ga je nog een stap verder en kijk je naar een stuk van de stad, waarbij je niet meer in de ruimte zit, maar tussen de gebouwen. Dan weet je al niet eens meer wat er in die gebouwen zit. Dus je moet nog meer tussenstappen maken om het allemaal te begrijpen. En dan moet je helemaal rondlopen. Of ja, die stad die gaat door, die gaat voorbij de objecten. Hè? De ruimte gaat hoek om, achter het object. Dat zie je niet allemaal tegelijkertijd. Je moet dus werkelijk op de fiets stappen, zal ik maar zeggen. Of erop uitgaan. En dan moet je dat weer combineren. Dan wordt het wel heel vlug een stadsplan of een plattegrond. En ga je nog een stap verder en neem je een hele regio. Hier is de omtrek van het IJsselmeer geschetst. Dan kan je eigenlijk alleen nog maar in een vliegtuig zitten. Als je het geheel wil zien. Of een satelliet. Dat is vrij zeldzaam. Dus dan heb je heel veel andere middelen nodig. Met name kaarten. Ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad, om dat op de schaal van een vlak papier te krijgen. Dat schemaatje, dat moet je anders maar eens verder bestuderen. Het staat ook in mijn boek over het IJsselmeergebied. En we gaan deze presentatie weer delen. Dus D is de designer. Dus in het linkerplaatje is D is vele malen groter dan A, het object van onder. En aan het helemaal aan de andere kant is het object veel groter en is D maar een stipje in het geheel.
En onder is dan aangegeven op welke schaal en hoe sterk je moet verschalen. Links kan je nog 1 op 1 denken. En helemaal rechts moet je naar de 1 op 10.000 of de 1 op 100.000. Nou, wat nou het geweldige is van het tekenen. Dit is een tekening van Steinberg, geloof ik. Oh ja, daar heb ik eerder ook al iets van laten zien. Die Amerikaanse tekenaar. En die is dus in staat om op zo'n stukje papier de dimensie van wat hij aan zijn voeten ziet, namelijk gewoon de blik vanuit de straat, vanuit zijn woonhuis. Hij ziet daar mensen oversteken, hij ziet auto's parkeren, lantaarnpalen. Je ziet de voordeur van waar de buren naar binnen gaan. En je ziet het straatprofiel weglopen. Je ziet al iets van het herhalende patroon van straten van Manhattan. Je ziet ook dat Manhattan aan de Hudson River, dat eigenlijk een eiland is. Je ziet New Jersey aan de overkant liggen. Achter New Jersey ligt de rest van Amerika. En aan de overkant, op de westkust, ligt Los Angeles. En daarachter ligt weer de Pacific. En nou ja, oké, daar liggen China en Siberië en Japan. Dus hij comprimeert door een aantal kunstgrepen in zijn hoofd en op papier comprimeert hij de schaal van bijna de hele aardbol tot iets kleiners en hij combineert het met de dingen die hij bijna aanraakt, als hij even uit het raam kijkt. Nou, deze tekening die is me altijd bijgebleven en nou echt geweldig. Nou, hoe kan je nou die verschillende dimensies van place en space in het ontwerpen, maar ook in het tekenen, in de vingers krijgen? Hè? Dan denk ik altijd dat als je het kunt tekenen, dan kun je het ook beter bedenken. Of als je het bedenkt, dan moet je het eigenlijk ook tekenen als ontwerper, als vakmens. En daar heb ik... Ja, dat loopt een beetje aan elkaar over. Framing the view en de promenade architectural, dat gaat meer over de sequentie in het wandelen. Framing the view gaat bijna meer over het statische gezichtspunt. Daar speelt de fauteuil een rol in. En de andere die gaat veel meer over het bewegen. Nou, framing the view, daar heeft Le Corbusier ooit deze geweldige tekeningen over gemaakt. Die ga ik even uitleggen. Het is echt een stripverhaaltje. Een serie tekeningen. Zo. En hij probeert uit te leggen wat de architectuur is. En hij zegt van ja, het begint met eigenlijk de space, de eindeloosheid van de horizon, van de zee. En daarin tekent zich, dit gaat over Rio de Janeiro, daar moest hij een ontwerp voor maken. Dat tekent zich eigenlijk één... icoon in af, die Suikerberg. Ja, dat ken je wel. Ook geweldig met die ene streep, die blurk die daar zo omhoog zit. En vervolgens voegt hij daar iets op de voorgrond aan toe en iets op de achtergrond. Dus daardoor krijgt het opeens diepte. En hij zet er een palmboom op, waardoor het opeens een concreter landschap begint te worden. Hier is het nog heel abstract. De abstractie van de eindeloosheid met één symbool. En hier begint het opeens een landschap te worden. Waarbij het symbool gelokaliseerd is in de ruimte. En vervolgens trekt hij dat naar een voorgrond. En voegt die begroeiing toe. Dus het krijgt ook een soort... Je gaat het een beetje... Je gaat de vochtigheid van de tropen bijna al voelen. En verdomd, hij plaatst een fauteuil. Een plek van daaruit... Het is niet een algemeen tafereel, het is een plek van waaruit een persoon, lees jouzelf, deze ruimte ervaart en waarneemt. En dan zegt hij, krak! ik maak er een kijkdoos van, ik voeg de fauteuil zet op een vloer, ik voeg wanden toe en een ceiling, een plafond. En ik frame de view met een soort screen waar ik doorheen kan kijken. En opeens krijg je een enorm gevoel van de concrete ruimte waar je in zit. En ook de beschutting die je daarin kunt ervaren. En dat je tegelijkertijd de dimensie
van nou ja, heel Rio de Janeiro, als het ware, kunt ervaren. Met een dimensie van de zeeën op de achtergrond. Dus in dit plaatje komen eigenlijk die dimensie van place en van space komen samen. En hij zegt van ja, en dan hier legt hij dat een beetje uit. Dat is architectuur. Ja. Nou, dat, daar voel ik wel wat voor. Twee suikerbergjes te kijken ook. Ja. Die komen een beetje aanbreken. Ja. Nou ja, en dit is natuurlijk, hè, en daar gaan we het dan straks over hebben. Dit is een, voor een gebouw dat hij daar ontwierp, ook meteen aan de kust. Dus het was ook een gebouw waarbij dat hele landschap, als het ware, meteen aan de voeten had. En hij heeft echt zitten bedenken van, hoe plaats ik die kijkdoos nou zo, dat ik het landschap optimaal kon ervaren. Wij krijgen natuurlijk te maken met een situatie in een stad. En er ligt geen Rio de Janeiro en geen Suikerberg. Maar er liggen misschien wel andere dingen. Nou, dat, daar gaat het verder over. Even, ik laat twee voorbeelden zien van hoe die daar zelf... Hè, want dit was bijna nog een soort manifestachtig tekeningetje. Dit is architectuur. Ik laat twee ontwerpen zien van hoe die daarmee omgegaan is. En dit is het huis wat hij ontworpen heeft voor zijn moedertje. De Corbusier is een enorme held natuurlijk. Maar hij was, nou ja, hij was echt een moederskind. Dus hij was super beroemd, maar hij stuurde elke week een aanzichtkaart naar zijn moeder. Ja, ik zit nou in India. New York of... nou, dat vind ik altijd heel grappig. Maar zijn moeder had een stukje grond gekocht aan het meer van Genève. Een heel smal reepje grond. Hier loopt een verkeersweg. En hier loopt de oever van het meer. Dus die langwerpige kavel, daar heeft Corbu een huisje op ontworpen. En hier heeft hij, ook wel weer grappig, hè, aan het water. Dit is het zicht op de bergen, daar zo in de verte, van de Alpen. Dus hij heeft een platte grond en een aanzicht van de bergen in één keer gemaakt. Hij heeft dit als het ware even plat geklapt. En wat je ziet, dat hij hier maakt hij een muur om het verkeerslawaai tegen te houden. En dan hier kom je in een soort, kom je weer op een volgende muur. Tussen liggen die bergen dan. Hè? Maar dat onthult hij niet allemaal meteen. Hij bouwt het als het ware stap voor stap op. Dus hier kom je binnen, dan moet je hier om muurtjes heen, en dan roep, roep. En dan kom je hier, en dan, oh, wacht eens. Dus eigenlijk werkt hij hier al met de sequentie, met het bewegen. Van hoe je van een soort eerste vermoeden van place en space, langzaamaan wordt dan het geheel ontvouwen. En hier zie je het vanaf de andere kant, en dan zie je dat die oever van het meer, dat is hier een flink vloedmuur, het kan er behoorlijk waaien, dus die hele oever die is behoorlijk beschermd met eigenlijke rotsen en die zijn opgestapeld tot een soort granietenmuur. Dus dit is echt het materiaal van het landschap zelf, dat het een hele robuuste muur is opgebouwd. Dan staat hier het huisje met een typisch Le Corbusier venster, zo'n heel langgerekt raam, waarvan je al helemaal voor kunt stellen als je binnen staat. Dat is een panoramische blik, dat ontvouwt zich helemaal in de breedte. Maar hier heeft hij op die vloedkering, of die waterkering, heeft hij ook nog een stukje muur gebouwd. En daar heeft hij één klein raampje gemaakt. Dit is gewoon buiten. Dit is binnen. En hier heb je weer dat langwerpige venster. Hier heb je die hele smalle tuin. Het muurtje, hier heb je die muur met het raam erin en hier heb je het zicht op die bergen, daar zijn ze weer. Zie je, dus, nou ja, dat is natuurlijk een ongehoord prachtig tafereel. Dat is dan geen zee, het is geen Pacific, China ligt niet meteen aan de overkant. Maar de ruimtelijke ervaring van daar aan het water en die Alpen zien liggen, dat is natuurlijk echt fantastisch. En hier tekent hij dat ook nog een keer en deze vind ik eigenlijk heel leuk, want hier zie je die muur met het raam. Dus dit is eigenlijk een room, een place, in de buitenruimte. En de kijkdoos is niet af, want hier is hij opengesneden. En wat je hier ziet, is dat het huisje heeft hier een balkon en een overstek. Dus deze vouwt zich zo om de ruimte heen. Die muur vouwt zich zo om de ruimte heen. En die twee elementen samen framen de view. Die maken eigenlijk ook weer
een soort uitsnede van het grote berglandschap, waardoor je hetzelfde effect krijgt als in Rio de Janeiro. Dit vind ik altijd heel interessant, want ik zeg het grote, dat raam in Rio de Janeiro en het grote langwerpige raam. Oké, dat is architectuur. Ja, zo doe je dat. Maar hier is het zo interessant, want hier wordt de steden dan. Snap je? Hier zijn het eigenlijk, gaat het over de buitenruimte en over de relatie tussen de objecten. En ook daarmee kun je de view framen. Ook daarmee kun je die ervaring van place en space op een bepaalde manier articuleren en verhevigen. Ja, en dit, dat is dus het raampje. En dan zie je dat die muur, die is opgetrokken eigenlijk uit het materiaal van het landschap. Die hoort dus bij die enorme space van het landschap van de Alpen, met al die natuurstenen. En hier is dan dat raam, maar dan uit dat raam ontvouwt zich een tafel. Dus dan wordt, en dat is van glad beton gemaakt, daar kan je een theekopje op zetten, of een amfoor, die zich een beetje nestelt in dat gladde materiaal van het interieur, van place, en het ruige materiaal van de space van het landschap. En hoe dat dan ook nog zo in elkaar vouwt, ja, ik vind dat echt geweldig. Hè? Dat is, nou ja. Hè? Ik ben er van de zomer geweest. Je bent er van de zomer geweest? Ja, dat was inderdaad wel heel bijzonder. Want die tuin die daar die dan weer naar die voor dat band aan ligt, zeg maar. Ja. Die een heel stuk laag ligt van het huis. Die kijk je er niet op, zeg maar. Dus het is meer een extension van het huis zelf. Oh ja. En alles in dat huis zelf is naar dat bandraam toegekeerd. Dus ja. Er is daar, ja, nu was er een soort museum in, maar ze hebben heel die rand vrijgemaakt. Dat er dus ook niks gebeurt. Het is alleen maar naar die view. Ja, ja. Die view daar. Geen tafel voor staan of geen niks. Er zit een radiator onder en dan kan je naar buiten kijken. Ja. En die, inderdaad, dit stukje is een soort, is inderdaad een soort gesloten L-vorm die daar heel duidelijk in de place zorgt. Ja. En vanaf hier, zeg maar naar rechts toe, naar de tuin kijken, is helemaal niet interessant. Daar heeft die view heel oninteressant gemaakt, zodat iedereen juist naar, ja, ja. Door dat raam en door het berg, naar de berg moet kijken. Ja. Leuk. Ben je jaloers? Ik ben er nog niet geweest. Ik heb er inderdaad ook wel aan verlustigd. Nou, dit is nog een tekening van Paul Broekhuizen over hetzelfde. Waarbij je mooi ziet hoe eigenlijk ook dus in de materialisering, de detaillering van die muur, de grove maten van de granietmuur en de gladde platen van het tafeltje en de borstwering en de bovenkant, hoe dat zo helemaal in elkaar gaat. Dus uiteindelijk werd het door in materiaal. En dit is een recente foto die ik vond. Nou, jij hebt het nog recenter gezien. En dan zie je dat die boom er staat. Inmiddels is dat een eeuwenoude eik geworden. Plataan, zo te zien. Hoe die eigenlijk ook meedoet met die plek maken. En klimop die er nog overheen groeit. Dus dan, ja, dan komt er ook nog een dimensie van tijd bij en van ouderdom. Nou, dit is nog een ander ontwerp van Le Corbusier. En het gaat ook weer, dat ligt aan de Mediterranee, dus aan de Middellandse Zee. En het is ook weer zo'n locatie, nou werkelijk, echt met die bergen die zo naar beneden komen. En daar nog een of ander dorpje. En nou, dat kun je voorstellen, dat is ook op vakantie, zal ik maar zeggen. En ook een beetje dat effect van zo'n baai die naar zo'n kaap reikt. Dus hier zit je een beetje in de beschutting. En hij heeft hier een cabanon ontworpen. Een klein huisje voor zichzelf. Ben je er geweest? Twee keer. Hè? Twee keer. Eén keer in de zwembroek en één keer mijn kleren aan. Oké. Okay. Le Corbusier die had dus een druk leven. En die ook met die aanzichtkaarten elke keer. En maar hij heeft op een gegeven moment heeft hij een heel klein stukje grond gekocht aan de Middellandse Zee. Om een soort schuilhut te bouwen waar hij zich dan terugtrok en waar hij dan ook ging zitten ontwerpen. En dat was op deze plek en daar heeft hij hier een tekeningetje van gemaakt. En die schuilhut is eigenlijk gewoon een soort doosje met een bed en hier zit hij zelf te tekenen. Zie je? En dit is de buitenkant, dus niks, geen witte dozen of ingewikkelde dingen. Zo ziet het eruit. Het is gewoon een soort blokhut. En
ook weer bijna uit het materiaal, hè, niet het graniet van de Alpen, maar uit de bomen van de omgeving opgetrokken. Met twee lullige gaatjes erin. En binnenin is het een doosje en met hout bekleed. Dus het is eigenlijk een houtconstructie, zoals je dat wel kent. Hè? Van latten en stijl- en regelconstructie. En de kleding naar de buitenkant, om het weer buiten te houden. En de kleding naar de binnenkant, om het een beetje aangenaam te maken. Dus buiten is het ruw hout, hier is het glad gelakt hout. En hier zie je dat het dan, ja, hier wordt het, eigenlijk wordt de kamer ook bijna een meubelstuk. Ja? Dus de schaal van de room en de schaal van het furniture, die lopen bijna in elkaar over. Maar wat het meest spectaculair is, vind ik, hij speelt met die houtconstructie. Dus het is een spouwconstructie natuurlijk, het heeft de buitenbekleding, de binnenbekleding. En hij, als er een raam gemaakt moet worden, dan heeft dat twee functies natuurlijk. Je moet het klimaat kunnen regelen. Dus je moet het dicht kunnen doen om regen buiten te houden, of temperatuur te regelen. En je wil ook licht regelen, licht binnenkrijgen. Maar soms, als je wil slapen, wil je het licht buiten houden. Nou, dus hij heeft één buitenraam gemaakt dat gaat over licht binnenlaten en lucht binnenlaten. En hij heeft in die binnenwand een paneel gemaakt, wat gewoon uit een plaat hout bestaat. Als je dat licht doet, is het lekker donker. Zo kan je. En vervolgens maakt hij aan de binnenkant van de binnenplaat een spiegel, waardoor als je die twee dingen tegelijkertijd openzet, de ruimte gewoon bijna explodeert. He? Van. Hier zie je nog dat geweldige tafereel met die kapende baaien en de kosmos. Maar je ziet ook, wat gebeurt hier nou allemaal? Hè? Dit raam spiegelt zowel het interieur als weer de bomen die hier staan, als een stukje van de zee. Deze zee ligt daar, maar lijkt daar. Kortom, hier komen de dimensies van place en space in een spouw van 5 of 10 centimeter bij elkaar. Maar dit vind ik van een soort virtuositeit. En weet je, dit kan je niet altijd doen, maar het is wel dat je zo kunt denken, dat je dit zou kunnen willen als ontwerper. Nou, echt ongeëvenaard vind ik. En ook in combinatie met gewoon de ongekende simpelheid waar het uit bestaat. Nou, over houtbouw gaan we nog meer hebben. En dit is een, heel ergens anders overgevoerd, syringe in Californië. Maar hier zie je even een fotootje. Wat ik duidelijk wil maken is ook dat als het gaat om de begrenzing van de ruimte, om place of room, dat de begrenzing is niet gewoon een abstract vlak en een venster is niet gewoon een vierkant wat daarin uitgesneden is. Maar de begrenzing is een ruimte in zichzelf. Het kan die spouw zijn van 10 centimeter met een spiegel erin. Maar hier is het een zone van, laten we zeggen, nou, 2-3 meter. Hier zit je eigenlijk binnen het gebouw. Dit is een serre die er aangebouwd is. Hier zit je eigenlijk al half buiten. Met het contact met de boom en de zee. En daar kun je ook in zitten. Dus het is ook een plek waar je in kunt nesten. Het is niet alleen de spiegel, die kan je daar net in kwijt. Maar je kunt ook jezelf in. Dus met staal kun je het ook doen, met messen kan je het ook doen. En ook, je hebt natuurlijk altijd ook van die centrisconstructies. Je kunt van zaadstof misschien de volgende keer gaan. Hopelijk dat je van zaadstof ook nog eens vinden. Ja, dat is wel een
ik moet nog een beetje op studeren. Hier is nog een ander voorbeeld, ook een beroemd voorbeeld van Louis Kahn, waarbij je eigenlijk een raampartij hebt, hè, en dan is het raam een vierkant uit een abstract vak gesneden. Nou, hier is het raam bijna in zichzelf een sculpturaal geheel geworden, waarbij je ook eigenlijk weer in een soort serre met een bankje, ja, ook hier kan je weer in de ruimte zitten, dat kun je bemesten. Je zit zowel buiten als binnen tegelijkertijd. Dit is al een stukje naar buiten geschoven. Nou, hier zit nog weer een soort kastje. Dit is bijna zoiets als het spiegeltje van de Corbusier. Waar je weer iets in kunt zetten. En dan heb je hier nog weer de granieten open haard. Die juist heel erg dat basale aardse geeft. Met het vuur erin en warmte. En dit is natuurlijk heel erg licht en lucht. Luchtigheid. Nou, dit is eigenlijk even een paar voorbeelden van hoe in architectuur dat die combinatie, nou die ruimtelijke topervaring van place en space tegelijkertijd gemaakt kan worden, hoe je die kunt zien in het werk van anderen en hoe dat, nou ja, je eigen verlangens om iets te ontwerpen zou kunnen prikkelen. En Nu wil ik eigenlijk een beetje de sprong naar de stedenbouw maken. En dus uit de fauteuil tevoorschijn komen en de wandeling gaan maken om de stad te gaan begrijpen. Ik heb toch nog even Le Corbusier erbij gehaald, want Le Corbusier die heeft ook in zijn eigen werk als architect, ja, hij heeft die beide gedaan, maar hier zie je een heel vroeg ontwerp van hem. Dat is geen houten blokje, maar wel een witte doos. Heel simpel aan de buitenkant, maar binnenin gebeurt enorm veel met hoe je door het huis beweegt. Je kunt de wenteltrap omhoog nemen, je kunt ook zo'n hellingbaan omhoog nemen. Dan kom je de wenteltrap weer tegen, kun je dit doen. En uiteindelijk, hier kom je op een soort dakterras. En in het dakterras staan ook nog weer een soort schermen eromheen. Zo'n beetje als een muur met een gaatje en het meer van Genève. En verdomd, er zit weer een raam. Dus het is een soort samenspel. En ook hier, je komt binnen, maar hier staan even die kolommen die framen als het ware ook even. En hier wordt ook beweging. Dus het is een soort samenspel van beweging in een plek komen waar je eventjes de zaak hebt stilgezet, uitgenodigd wordt om weer door te bewegen enzovoort. Nou, dit is een tekening van Frans, die hij gemaakt heeft, denk ik misschien al 20 jaar geleden, Frans. Toen hij bij ons werkte en dat ging over de kunst van het thuiskomen, de ansonering van de thuiskomen. En ook dat gaat heel erg over hoe je door een gebouw beweegt en hoe je auto neerzet, hoe je dicht, trappetje op, de lift neemt of de trap, hoe je boven komt, hoe je weer naar beneden kunt kijken en hoe je... En wat ik ook erg grappig vind van deze tekening is dat mannetje of vrouwtje, als het ware, net zoals die man die in die fauteuil zit van de Corbusier. Het is bijna een soort van... Hij nodigt je uit om als het ware mee de tekening in te gaan. En je voor te stellen dat je inderdaad echt door de ruimte heen beweegt. En dat je die sequentie ook zelf maakt. Het is geen statisch plaatje, maar ook een uitnodiging om te gaan wandelen. En dit is een tekening van Marcel van der Meijs, ook bij ons in het bureau. Het gaat over Maastricht, toen daar nog een theater landbouwbelangen moest komen. En ook dat is een hele leuke tekening, want hier heb je eigenlijk, het is bijna Le Corbusier, hè, de frame, het screen van de raamindeling. En hier niet de Suikerberg in Rio de Janeiro, maar de bassinhaven in Maastricht en de grote schietfabriek. In de verte, ook heel mooi. Maar ook hier zit iets in van theater, hier komt een auto voorrijden, hier is de rode loper uitgerold, hier is een trap om door te gaan. En op de een of andere manier begrijp je, als je even goed kijkt, een handje, hier staan ook weer mensen te kijken die jou uitnodigen om mee te kijken. Iemand heeft dus deze beweging gemaakt. In deze ruimte zijn. In het gebouw naar binnen lopen, omhoog gaan
en dingen buiten kijken en de ruimte bij vandaan. Dus zo zit er in één tekening echt een heel verhaal. Wat over al die dimensies gaat van, dit is ook natuurlijk nog een soort stedenbouwkundige place, hè, een begrensde ruimte waarin die fabrieken en volumes meedoen. Het heeft een soort schaal die veel groter is dan het gebouw zelf. En ik vind die hand, de tactiliteit daar ook een rol in speelt. Dit is alweer een verdere uitzoom en weer een corrigeer, het spijt me. Maar dit gaat natuurlijk ook, dit gaat over Venetië en dan hebben we weer, waar we het straks ook over hadden. Maar dit gaat heel erg over, ja, ik woon daar ergens in dat doolhof met al die steegjes van Venetië. En ja, ik ga de hoek om en nog eens een keer de hoek om en dan kom ik weer in een steegje. En dan opeens kom ik bijvoorbeeld op een groot plein waar een kanaal met van die gondels doorheen loopt en een grote kerk eraan. Dit is bijna plattegrond, een beetje in perspectief getekend. Hier wordt een gevel plat in de tekening gezet. Hier wordt het perspectief doorgezet. Hier wordt het bijna, ja, is het half perspectief, maar ook half gevel. En dan hier kom je in die hele grote room of place van de San Marco, die de hoek omvouwt. En dan hier twee van die klaar framing in de view met de kerk van Palladio aan de overkant en daarachter de zee. Dus, dit vind ik echt een geweldige tekening, omdat hij eigenlijk dat bewegen op een stedenbouwkundige schaal weet te vatten en daarmee ook weer die dimensie van place en de beschutting van je eigen huis. En de openheid van de publieke ruimte, waar de hele stad samenkomt, de hele wereld. En die dimensie van de space. Heb je enig idee wanneer deze tekening? Ik denk dat die gemaakt is in de tijd dat hij aan het ziekenhuis. Later. Ja, is heel laat. Ja. Ja. Hij komt in 1925 niet. Toen was hij met een hele andere tekening. Ja, precies. Even Nou, en dit is even weer een heel Hollands voorbeeld, ook weer in Waterland, in de buurt van Zaanstad, in de Monnikendam, met een haventje aan een sluis, maar hier een waaggebouw, dat is gewoon een gebouw, maar het gebouw heeft een buitenkamer, zou je kunnen zeggen, een soort veranda, die, waar je ook weer half buiten, half binnen kunt zitten, dus eigenlijk weer op dat grensvlak van buiten. Hier even schetsen, dus deze doorsnede natuurlijk, hier het gebouw, het petje, hier dit is bijna een soort serre, maar helemaal buiten, dat is room. En de haven verwijst eigenlijk al naar de space. He, dit is viervoudig framing, he, die kolommen, die framing, die net even die beschutting. We bieden ook de openheid op dit, en hier ook weer dit. En vervolgens, hier, dat is die plek. En die maakt weer, die ligt aan een reeks van binnenwater, sluis, even een hele robuuste constructie. Dan een haventje met twee kaders. Met twee gebouwen, dat zijn gebouwen die ook eigenlijk de view framen. En het bruggetje wat de view framet. Geen Golden Gate Bridge, maar gewoon zo'n Van Gogh ophaalbruggetje. En daarachter ontvouwt het zich met een heel groot open watervlak met marken van de boerderij. En de Markerwadden, die liggen daar ook ergens. Ja, ja, ja. Nou, in de Markerwadden, nou, dat is een ander onderwerp, maar net hetzelfde onderwerp. In de Markerwadden hebben we eigenlijk ook geprobeerd, samen door eigenlijk de view niet zozeer te framen vanuit het huis. Ja, dat heeft Frans vervolgens ook nog gedaan. Maar in de stedenbouw hebben we geprobeerd om door de ensemering en de plaatsing van de gebouwen ook zo'n soort reeks op te roepen. Waarbij het af en toe onbepaald is en een beetje space-achtig. En af en toe eventjes geframed wordt. En denk van, oh hé, daar ligt de zee. Nog een paar voorbeelden. Dit is ook weer, dat komt allemaal uit mijn SMI-boek. Ik ben met die streek ook echt bezig geweest. Dit is Edam. En dan is het eigenlijk één langwerpige lijn. Die begint bij het kerkje. En hier bij het plein. Maar het plein is eigenlijk een overkluizing van het water. Dat is dus
een stenen gewelf wat over het water heen is getrokken. En daar ligt hier een plein met een paar gebouwen. Nou, dit is als het ware de kern van Edom. Maar die is, dit is echt de huiskamer van de kamer van Edom. Met ook weer zo'n soort wagenbouwtje. Maar die zit dus vervolgens gekoppeld ook weer aan zo'n langwerpige reeks. Weet je niet, zoals noemt het dan. Die begint met een soort gracht en dan een vaart en dan een sluis. En dan hup, de grote. Ik noem dit een soort ruimtetelescoop. Van een room naar space. En dan langs één perspectieve lijn. Dus hij is ook getekend door een aantal doorsneders. Kijk, dit is een doorsnede. Dit is een doorsnede. Dat is een doorsnede. Een talud. Hier zijn het nog grachtenwanden. En hier is het een singel geworden. Hier kan er een bootje liggen. Hier fout naar binnen. Dat het een sluis is. Koppeling van doorsnede en perspectief. Daar kom ik nog verder op. Maar dit is dit ook. Dit is een. Edam is dan eigenlijk heel eenvoudig. En Monnikendam ook. Dit is Amsterdam. Met hier de Dam. Het paleis op de Dam, Centraal Station, Damrak. Maar ik ben begonnen hier bij de Amstel, bij Carré. En eigenlijk begonnen met ook weer het dwarsprofiel van de Amstel. Met twee kades en gebouwen erlangs. Hier een doorsnede van het gebouw. Dit is bijna een soort kijkdoosje waar je een fontein in zou kunnen zitten. En dat maakt deel uit van zo'n ruimtereeks. Perspectief in de diepte, hier bij de stoker aan de bochten, hier verdwijnt het water eruit. Dit is eigenlijk ook een ruimtetelescoop, zou je kunnen zeggen, van de intimiteit en van de bepaaldheid van het dwarsprofiel naar, het is een geknikte ruimtetelescoop. Je hebt een paar keer een bochten, dus je moet als het daar ook afwandelen, wat spiegels in zitten. En uiteindelijk komt hij hier, achter het Centraal Station, uit op het IJ en die vouwt zich hier open naar weer het IJssel. Nou, dit is natuurlijk een beetje ook weer tekenkunstig acrobatiek. Om vanuit zo'n hele kleine doorsnede uiteindelijk de schaal van een heel landschap te pakken. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat je dus ook op stedenbouwkundige schaal, ook in een hele complexe regio als de Amsterdamse, de verbanden tussen place en space kunt weergeven. Dus tekening suggereert dat de Amstel aan de noordzijde weer doorgaat. Ja, dat die buitensloot. Oh ja, dit is het Noord-Hollands Kanaal. Noord-Hollands Kanaal, precies. Ja. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel bijzonder dat op deze plek komen heel veel dingen bij elkaar. Hier was natuurlijk de oorspronkelijke dam, waar Amsterdam omheen ontstaan is. En dat was een dam in de Amstel. Dit is later gegraven, maar. Ja, en hier in het Centraal Station, het vroeger open havenfront. Dit was natuurlijk wel het hele Noord-Hollands Kanaal werd er ook opgegeven. Maar er zijn overigens theorieën dat de Amstel eerst deze kant opstroomde en dat er daar is die kant opstroomde. En dat dit gegraven is. En dat de Amstel dus ook nog een tijd. Dat er, nou ja, maar dit gaat allemaal veel te ver. En het is ook. Links is de zaal. Ja. Oh ja, dat is ook nog wel leuk. Hier loopt de zaal. En ja, dus hier ligt de dam en de zaal. Hier ligt dat stuk bij de Hemmers. Hier ligt Kogerveld. En Wormerveer is ook. Nou, dan nog even over nog iets van die tekenkunstige acrobatiek als voorbeeld. Ook weer uit het boek over het IJsselmeergebied. Hier zijn we weer even terug in Burgerdam, waar ik het straks al over had. Met de bepaaldheid van het profiel van hoogte en breedte. Die daklijsten kun je bijna aanraken. Dit is een voorstel om in plaats van een dijk ervoor langs te leggen. Een extra kustbescherming te maken in de vorm van een muurtje. Waar je gewoon een hand aan vasthoudt en een beetje op leunen. Dat geeft dus bijna op een soort fysiek of lichamelijke manier de beschutting van place weer. En dan in de verte
het uitzicht met de zichten naar het Schiereiland in de verte als de mensen van Space. En dit gaat dus over Seeing, Drawing, Flying. Nu even in de achterhoofd houden. Ik kom straks nog op terug hoor. Maar dit is bijna een kwestie van meten, hè, van hoe dit is. Dit is bijna onmeetbaar, maar dat kun je nog wel met de horizon en dit ene streepje kun je wel gevoel oproepen van die wijsheid. Als je hier kijkt, ook zo'n tijd die mensen vanuit de woning weten, nu is hier aan in plaats vanuit het landschap. Als je dit... Ja. Je zou er, als het goed is, ook net overheen kunnen kijken, maar... Ah, dit is een heel technisch verhaal, hè? Maar het idee is, door dat hier een muurtje van te maken in plaats van een dikke dijk voor te leggen, dat je dit bijna juist de dimensie van als het ware een buitenkamer hebt. En dat je dus, dat dit een meubelstuk wordt, waar je als het ware ook op kunt zitten, daardoor wordt het vriendelijker dan dat het een afwerende dijk is. En dat je eigenlijk dit dus tot een soort buitenkamer articuleert. En dat je eigenlijk het moment van het confrontatie met het water, hè, dat wordt door die noodzakelijke dijkvlogen bijna per definitie onmogelijk. Dat je dat moment als het ware uitstelt naar deze plek. Waar het ook weer even die heftigheid heeft van, zo, ik zit hier lekker wat kijken. Nou, dat... hier kom ik straks nog wel even op terug, maar wat je hier dus ziet, er is eigenlijk eerst een doorsnede getekend. En in de doorsnede is dat perspectief van wat je verderop ziet, als het ware ingetekend. Daarmee is ook aangegeven dat deze doorsnede, als het ware, onderruimte heen duikt. Wat we vervolgens gedaan hebben, dan gaan we naar het flying, is dat we, hier zie je weer eigenlijk hetzelfde profiel, maar heel schematisch ook weer. Gevel, dwarsprofiel, talud en dan het water. Maar, en hier natuurlijk een beetje de hulp van de kaart ingeroepen. Van hoe lopen al die lijnen nou? En we hebben het ook gewoon afgelopen. Toen ontdekten we van ja, eigenlijk zijn het gewoon rechtstammen. Er zit een hele kleine knik. Hier zit even een heftige knik. Daar is dat kapelletje diagonaal gedraaid. En vervolgens gaat het gewoon weer rechtdoor. Dus het is bijna een hele Hollandse line of the brain. Nou ja, het is natural line. Maar natuurlijk vanwege bescherming planmatig met een dijk begeleid. Maar dat effect van het omvouwen van de ruimte, dus van baaien en kapen, hè, dat wordt eigenlijk met hele minimale middelen bereikt. Dat is voor de steden wat van de geweest. Dat je soms maar dit hoeft te doen om een bepaald effect op te roepen. En te spelen met die eindeloosheid, gaat die lijn echt eindeloos door, of reclameer je dat? Zit er een soort opeenvolging in, waarbij je ook hier weer even die dimensie van place ervaart, en op het moment dat je op de kaart zit, de kuik in de wind spreekt, opeens de dimensie van space ervaart. Nou, en dat hebben we vervolgens nog een keer, dus zijn we nog hoger gaan vliegen, want dan heb je hier heb je dat stukje van Durgedam waar we begonnen zijn, met die kapel die hier zo op die knik staat, en die hier doorvouwt, hier heb je het volgende Schiereiland. Maar als je dan weer uitzoomt, dan zie je dat eigenlijk zoals dit bij elkaar een baai is, dat er vervolgens een baai van vuurtoren eindigt naar de vuurtoren bij Marken, en dat is dan alweer bijna sorry, kilometers lang, dat dat ook weer een baai is, en dan nog 20 kilometer naar het noorden, is van Marken naar Horen eigenlijk ook weer een baai. Dus we ontdekten dat die hele kust van het IJsselmeergebied eigenlijk uit zo'n soort sequentie van baaien en kapen bestaat. Dus dat vertel ik nog wel. Dan denk je nou, militair nee. Maar het zijn dus in dat platte landschap, denk ik, ik ben van overtuigd dat je daar inderdaad toch dat gevoel van baaien en kapen ervaart. Dat is niet zozeer in de derde dimensie, maar heel erg in het vlakken. Als je daar met mensen over ging praten, ik ben bij Durgedam ook bij die dijkvlogen betrokken geweest. Dus dat, we zijn ook gewoon gaan wandelen op de dijk en dan begon ik daar ook over. Iedereen zal er uit te lachen. Maar deze keer aan.
Dus, en ze zeiden van, nou begrijp ik waarom ik het hier zo geweldig vind om te wonen. Nou, dat is leuk, vond ik. He, als je, dan heb je blijkbaar met tekeningetjes en uitleg in woorden iets bereikt waar ook gesprek uit voortkomt. Dus het is niet alleen tekenen, het is er ook over praten en de goede woorden. Nou, nu van Mediterranean Los Angeles en de Pacific gaan we naar Kraanstad. Over place en space in Zaanstad. Deze foto liet ik al eerder zien over het nederzettingspatroon van de huizen langs de Zaan. En ja, eigenlijk vind ik in dit plaatje heb je die dimensie van place en space al heel erg bij elkaar. Hè? Heel elementair. Je woont daar lekker beschut en je zit meteen aan het water. Je hebt een balkon, je hebt een steiger, het is zelfs een bootje, was bijna een soort drijvende steiger. Dus je hebt eigenlijk al die gradaties van place en space heb je in de buurt en tegelijkertijd, je kunt ze allemaal tegelijkertijd ervaren. En wat ik heel fascinerend vind is dat hoekraam, dat omgaat. Want dat maakt dat je dus vanuit je huis niet alleen dwars op de rivier kijkt, die dus eigenlijk pal op de tegenovergestelde oever, maar je kijkt ook met de rivier mee. Nou ja, met de rivier mee kijken, dat nog een paar keer terug. Dat is echt zoiets van, ja, dan stel je al voor wat er rondom die bocht van de rivier ook nog is. Uiteindelijk een museum bijvoorbeeld, de grote stad of wat dan ook. Dit is eigenlijk een soort eigentijdse variant ervan, maar ook leuk, omdat het vorige was natuurlijk gewoon een woonhuis, dus het ging over architectuur. Place aan space maakt, maar dit is een van de weinige plekken waar echt openbare ruimte, de straat in de Zaanstad, even aan de rivier komt. En waar er zowaar een bankje is, dus laat ik zeggen de brede fauteuil van de Corbusier. Waar je kunt zitten en waarbij je de beschutting ervaart van de bomen en de rugdekking van het profiel met de huizen. En tegelijkertijd de rivier kunt zien. En ja, vroeger was hier nog een cafeetje en dan kon je ook een broodje gehakt en een chocomel of een kop zwarte koffie krijgen. Dat is niet meer. Daar opeens vind ik het bang. Dus het idee dat er ook een publieke voorziening is aan de Zaan. En dat je dus die ervaring van place en space niet alleen als individu in een fauteuil kunt ervaren. Maar ook als stedelijk of als collectief. Dat komt hier in tot uiting. Hè? En ja, dit is eigenlijk een tekening. Ik heb nog even de nadruk op het bankje. En de kruinen van die bomen. En de stammen van die bomen. En dit als een soort sluier, als het ware met screen, waarmee het zicht op de ruimte wordt gekaderd. En vervolgens de bochten van de rivier en de oeverlijn, die wegknikt naar de horizon. En waarbij je dus dat diagonale zicht over het water hebt, met de rivier meekijkt naar de verte in plaats van pal en bot naar de overkant. Nou. Dit waren twee situaties. De ene architectonisch, individueel, de andere collectief, stedenbouwkundig. Waarbij je meteen aan het water heel evident die verhouding van place en space tot uitdrukking kan brengen. Maar natuurlijk in de stedenbouw en in het project is het natuurlijk heel spannend. Dat we zitten niet altijd overal aan het water. We zitten eigenlijk met onze room en onze fauteuil en het screen aan een stuk place. Wat in de stad ligt, wat deel uitmaakt van een stelsel van straten en pleinen. En dan daarna uiteindelijk ergens is er waarschijnlijk een plek waar je water kunt ervaren. Of de bergen ziet liggen of wat dan ook. Waarbij je opeens merkt van, oh, zo ligt deze stad en deze ruimte in het hele landschap. En er zitten alsmaar tussenschakels tussen place en space. En in Zaanstad is dat nog extra intrigerend, want nou, hier heb je ook weer een room met een fauteuil en ook een frame. Hè? Vrij letterlijk, hè? Die Zaanse gevels zijn bijna een soort
decorstukken die er voor het huis staan. En je hebt ook wel space met een zaan die slingert en een open landschap met die weilanden. Maar wat ligt er in godsnaam tussen? Dat is natuurlijk de worsteling met die lijnen waar we het de vorige keer over hadden. Daar gaat dit verhaal over. Nou, ik maak even de vergelijking met Amsterdam, want er is een soort manier van kijken waar we heel erg aan gewend zijn, die heel erg gevoed is door, ik zeg, de traditie van de steenbouw, met de lines of the brain ook een duidelijke rol spelen, een soort echte stedelijke ordening, hè, de steden met stedenbouw, en Zaanstad is voor een deel een stad zonder stedenbouw. Dit is de stedenbouw van Amsterdam, hè. Dit is de pace, de verhoudingen van de buitenruimtes, de rooms, zijn heel erg bepaald met hoogte en breedte, dwarsprofiel. En daaraan zijn alle gebouwen als het ware ondergeschikt gemaakt. He, dus met een soort lines of the brain, waar verkavelingen opgeënt zijn. Het is in kavels verdeeld, loodrechten op. Waarbij elk huis dus een volstrekt duidelijke definitie heeft van het heeft zijn muren, het zijn de muren van de buren, en het heeft een front en dat maakt de expressie naar de ruimte van de stad. He, dus de stad is het aaneenrijgen van frontale gevels. En vervolgens kan je dan wel zeggen van nou, dat aaneenrijgen langs die straten, dat maakt dat de straat heeft een dimensie van gedefinieerde verhouding, dat noemt men het pace. Je hebt ook iets van enclosure en beschutting. Maar de straat heeft natuurlijk ook in zijn lengte uiteindelijk een soort eindeloosheid van waar lijkt hij naartoe. Een open horizon, of nog weer een paar knikken, waardoor je precies ziet waar je naartoe gaat. Waardoor er altijd een soort vermoeden van nog weer grotere ruimtes en van space opgeroepen wordt. En wat dan ook interessant is, met die strakheid van die rode lijnen, waar al die gevels aan, mee in het gelid worden gezet, dat zie je hier zo, en dat zie je ook weer langs die grachten. En aan de binnenkant, ja, daar wordt aangebouwd, er liggen tuinen, er zitten schuren, daar kan het gewoon een zootje zijn, maar dit bepaalt het beeld van de stad, en dat doet er eigenlijk niet in. Dat zit een geheimzinnige binnenwereld. Als je een deur binnen gaat en je komt aan de achterkant, dan is het een prachtige tuin. Of ja, niet. Zaanstad, daar is die relatie met het water en daarmee dus ook met de grote ruimte, is heel anders. Ja, daar hebben we het al over gehad. Dat zijn eigenlijk een rivier met een dijk. De rivier, natural lines, de dijken volgen dat min of meer. Enigszins geordend met de brains. De sloten en de paden, dat was erop, die zijn wel echt bedacht. Dat zijn ook brainmatige lijnen. Ze zijn in de loop van de tijd verwaaid en vervormd. En de manier van bouwen met die houtskeletten, ja, dat waren geen gestapelde woningen. Dat waren individuele acties van, ja, ik vind het zo grappig, dit is bijna een scheepsrond die op zijn kop gelegd is. He, dus dat is ook het verhaal, he, de vorige keer hadden we het er al even over die houtbouw in Zaanstad, dat er heel erg mee te maken had dat het ook het centrum was van de scheepsbouw, dus heel veel vakmanschap was om het hout om te gaan, en dat je eigenlijk ziet dat bepaalde houtbouwtechnieken uit de scheepsbouw in de bouw van huizen is terechtgekomen. Zelfs de ornamentering van de Zaanse huisjes wordt daar naar gekeken. Ja, ja. Dus zoals boten versierd zijn, zijn ook de Zaanse huizen, met name in die voorgevels, versierd. Dus dit heeft bijna zoiets van, nou ja, als je een boom en je sleept een boot op het op de vastgrond, je kiept het ding om. En dan ga je een gat in, je zet een verdieping op. En je hebt een huis. Dus
Dat heeft heel erg iets van een individuele actie en van het zelf maken en van improviseren. En als je ook ziet wat voor een gevelbeeld je opbrengt, als je vergelijkt met de Amsterdamse grachten, het is echt geweldig. We zijn dus echt, denk ik, in de 18e eeuw, weer een soort rol gemaakt van die hele dijk langs de Zaan, die is meters, meters lang, en er zijn alle huisjes aan. Maar dan zie je, dit zijn losse huisjes, een schuur, een erf ertussen. Hier kijk je opeens even zo'n sloot in. Hier zit een voortuin. Het gaat naar zo door, ook weer een schuur. Hier kijk je zo'n pad in. Zie je, kijk je opeens even de diepte in. Hier zit er een open ruimte, maar die heeft een voorgeveltje gekregen. Een houten screen waar je doorheen kunt kijken. Hier helemaal grappig, een stenen huis, vrij luxe zo te zien. Maar hier, dit is geen gebouw, dit is ook weer een houten screen. Een hek waar je met een soort hout mattenwerk, waar je doorheen kunt kijken. En er is een soort leilinde overheen gezet, die samen met het hek een poort maakt. Dus hier is eigenlijk een tuin op een kamer gemaakt. En die ligt weer aan de zaal. Hier zat er een molen tussen. En dat gaat maar door. Je ziet het ook een beetje wiebelen. Af en toe wordt de zijgevel meegetekend. Blijkbaar zit er daar een soort bocht in de weg. Dus dit is echt het aaneenrijgen van losse op het land getrokken omgekeerde scheefronden. Is dit vanaf de Zaan getekend? Dit is vanaf, nee, vanaf de dijk getekend. Vanaf de dijk. De Zaan ligt hier achter. En wat je dan ook ziet is met ook die dijk die zo'n beetje met die Zaan meeslingert, dat het is geen geometrische lijn of lijn zoals in de Amsterdamse grachten. Langs de gebouwen in het gebied gezet zijn. Maar het is meer zoiets veel wat een beetje aan ingerekend. En de ene keer staan de daken, de nokken, loodrecht op de weg, en de andere keer weer gedraaid. Dus het is een beetje zo, nou ja, dat zijn een beetje deze beelden. Hè? Met die verspringingen, en, hier ook weer net versprongen. En dit is bij Knollendam, dan zijn het allemaal van die beetje landelijke huizen. Hier, huppatee, een fabriek tussen de buurt. En zo'n groot volume, waarbij door dat knikken de zijgevel eigenlijk net zoals die in het zicht komt als de vorige. Dat zou aan de Amsterdamse grachten normaal niet gebeuren. Wat het ingewikkelder of nog intrigerender maakt, is dat die kavels, die zijn in principe loodrecht op de rivier getrokken, op de hoofdlijnen van de rivier, maar de rivier maakt af en toe van die plotselinge kronkels. En dat systeem van dat bedachte systeem van die kavels, ja, dat beweegt niet meteen met die bochten mee. Hè? Want dit is een systeem met een dwarsmaat die door de ontwatering bepaald wordt, van sloot tot sloot, en een dieptemaat die door het agrarische bedrijf wordt bepaald, dat heb ik de vorige keer verteld. Hè? Die moest van ochtendmaal tot middagmaal. Moest je zo'n akkerpacht kunnen lopen, die moest op tijd weer terug kunnen zijn voor de schacht. Ja. Dus dit knikt zo'n beetje mee, maar dat betekent dus dat er een heel aantal plekken zijn waar dit wel min of meer loodrecht is. Er zijn een heel aantal situaties waarbij de rivier bijna in een hoek van 45 graden loopt ten opzichte van de kabels. En dan krijg je opeens van dat soort curieuze situaties. Dat je kunt je omgekeerde scheepsromp in de richting van de kavel zetten, maar dan gaat het dus vertanden naar de dijk toe. Of je kunt het meezetten met de richting van de dijk, maar dan krijg je een soort overhoeken aan het eind. Of je krijgt in het perspectief dat dingen opeens in een soort onverwachte hoek staan. Dus die frontaliteit. Nou, hier, dit is nog even, hè. Hier ligt de Kogerveld, zo'n beetje, rondom de spoorlijn. Maar hier zie je hoe dat die kavels en hoe dan de rivier opeens bijna een bocht van 90 graden maakt. En hoe hier de confrontatie, dat gebeurt hier ook en het gebeurt daar verderop ook weer. Dat opeens die botsing van die richtingen zo heel gek wordt. En dat betekent dus dat je in plaats van die loodrechte frontaliteit van de Amsterdamse traditionele stedenbouw te maken krijgt met heel veel overhoekse posities van het vertanden. Nou, dit noemen wij op het bureau
destijds de zijdelingsfrontaliteit. Hè? Dus dat je hebt frontaliteit die eigenlijk zegt van nou, dit is mijn gezicht, dat laat ik zien. Maar en profiel doet net zozeer mee. En in de architectuur is dat eigenlijk ook alweer een heel interessant en interessant thema. En dan komt het overhoekse raam natuurlijk. Hoe speelt daar mee? Dit is een stukje ergens verderop, maar hier kan je het fantastisch zien. Hoe dus die dijk, die maakt die slingers. Langs de Zaan beweegt alles mee met de dijk. Maar ook dat is natuurlijk heel interessant, deze gevel, want als het ware naar je toe. En pas in de verte zien we weer doorgaan. Je ziet, weet niet precies wat er hier nog gebeurt. Echt anders dan het centraal perspectief van de Amsterdamse Grachten. En dan zie je alle huizen zie je als het ware opmarcheren naar de horizon. En aan de overkant, daar liggen ze opeens overhoeks. En die hebben dus een hele eigen. Deze heeft dus ook echt een front. Maar hij kijkt overhoeks naar de straat. Hij is opgenomen in een tuin. En je ziet hier op de achtergrond ook een aantal huizen weer overhoeks naar de straat. Hier zie je die vertanding heel erg. Dus je krijgt perspectiefisch een soort heel typisch verschijnsel van dingen die naar je toe komen. En die in de verte weer herhalen en dan weer verdwijnen. Wat ik ook hartstikke interessant en intrigerend vind. Theo Baart weer. Dit is van een foto van Theo Baart. Dit is een foto van het later van de zelf gemaakt van dezelfde plek. Want hier zie je dus dat huis met het front. En hier zie je hem eigenlijk van de zijkant. Dus kijk je de andere kant, die straat in. En dan zie je hier dat de gemetselde gevel, die hoort bij de voorkant, die is hier steendikte dik en de zijgevel is hout. Die krijgt overigens wel weer als gebaar naar de straat een dakkapel met even een sierlijke bewerking van even een gebaar naar de beschouwer. En hier zie je ook dat verderop eigenlijk weer zijgevels de straat bepalen met een lokrichting in een andere richting. En die kijk je ook, grappig genoeg, eigenlijk achter de voorgevel, zie je? Ja, ja. He, dit, dus je kijkt als het ware, oh, het komt in de bebouwing in de rug, in de wereld. Maar het voelt ook altijd wel een beetje als van die Hollywoodgevels. Als je een soort western zit te kijken, dat het alleen maar een soort decor is. Ja. Wat achter een huisje wordt gezet. Ja. Nou, dit is een onderwerp waar ik, als het me lukt, de volgende keer nog eens op door zou willen gaan. Dan gaan we het ook over decorated sets hebben. Echt geweldig, die schoorsteenpijp en de bodem, die als een soort gelijkwaardige verticale masten. Maar dat die rookt, dat is dus echt. Nou, dus dit is. En nou ja, hier, dit is ook weer, dit hoort bij Kogerveld, maar dit is een hele oude kaart. En daar zie je heel duidelijk dat je hebt de weg langs de Zaan. Hier heb je die bebouwing tussen Zaan en de weg de oostzijde die meeloopt. En hier zie je dat er soms bebouwing, eigenlijk een oude boerderij, op de kop van zo'n kabel staat. En dat er hier een pad zich heeft ontwikkeld, waarbij de bebouwing ook in de richting van de kabel in de diepte steekt. En bij even later, blijkbaar, nou, een stukje land over, geld verdienen, huisjes bouwen met de straat mee. Met de straat mee. Met de kabel mee. In de diepte. Hier, rakend aan de straat, een beetje twijfelen. Hier weer in de richting van de kabel. Verderop weer met de straat mee. Het gaat alsmaar door. Dat spel zit ook aan de binnenkant van de Zaan. Want soms staan ze parallel met de kont op de Zaan. En soms pakken ze de richting van de dijk weer mee. Dus ja. Dat maakt het ook weer heel dus, erg. Want je ziet ook hier een beetje dat de dijk en de oever van de Zaan lopen niet puur parallel. Er zitten alsmaar dijkingen in. En even kijken hoor. Nou, dit is, want dit is dezelfde locatie, maar dan in de jaren 60. Je herkent het misschien in Kogerveld. Hier ligt het Prins Bernhardplein. Hier loopt de spoorlijn. Dit heeft, hoe heet het? Hofwijk is het. Ja. En dan hebben ze in de jaren 50 een heel charmant plannetje gemaakt rond
Allemaal laagbouwhuisjes, maar echt rond ons parkje. Nou, het verbouwen is leuk, maar. Dus een heel ander soort stedenbouw. En dan zie je hoe die dingen botsen. Hier heb je nog zo'n rest van zo'n oud pad. En hier ligt zo'n. Kunnen we heel lyrisch over doen, hè? Maar als jullie met zo'n tekening komen, dan wordt het onvoldoende. Nee, dus je moet met een goed verhaal komen om informaliteit, hè, en dat soort Haagse karakteristieken te beredeneren. Nou ja, ik vond dit tekeningetje was voor mij. Ik dacht, ik wil heel graag een soort tekening maken van dit stukje. Maar ik ben nog niet verder gekomen dan als we daar schetsmatig aan. Ja, maar dit is wel heel goed. Maar Frans bedoelt gewoon de jaren 50 van de hardcore. En zelfs de volgende tekening. Dit, hè, dat is natuurlijk echt de organische groei. Ja. En dit is. Daar kun je wel in lezen hoe dat dan ontstaan is. Maar het is niet bewust gecomponeerd. Daar zijn wij wel mee bezig. De ontwerpgedachte is niet bewust. Ja. Maar als je een nieuwe ontwerpgedachte erop toelaat, is dit als het ware wel je tegenspeler. Ja. Ja. Dus waar je mee in dialoog moet zien te komen. Of waarvan je zegt van ja, maar ik vind het zo waardeloos dat gedoe met al die richtingen. Ja. Ik heb een heel duidelijk verhaal dat ik het weg wil vragen. Maar dat is altijd een keuze. En ik vind die keuze die moet bewust zijn. En onderbouwd. Hè? En onderbouwd in Nederland. Ja. Ja. Hier nog even, dit is hetzelfde stuk, maar hier zie je het. Hier zie je dat vertrappen. Van die, dat zijn deze huisjes. Die dus overhoeks. Hier, zijraam, zijraam. Ook heel grappig, dat vertrappen dat gebeurt achterloos 17e eeuw en 20e eeuw naast elkaar gezet. En hier zie je zo'n groter houten huis, wat eigenlijk diagonaal ten opzichte van die straat staat, maar wat daarbij het mede-effect heeft van dat er dus overhoeken zijn die bij de tuin horen. Die tuin wordt afgezoomd met zo'n mooi hekje. Dus dat volgt als het ware de rode lijn. En hier staan zinnen groen, dan kunnen enorme bomen. En, hè, dus, even kijken, dat is geloof ik de volgende. Hier kijk je de andere kant op, weer hetzelfde huis. Net zag je een langsgevel, nu zie je een kopgevel. Hier zie je het hekje lopen. Hier staat nieuwe bebouwing, die helemaal bestaan volgt. Gewoon eigenlijk rijhuizen. Allemaal geweldig op de zaan georiënteerd. Een gesloten wand, maar die profiteren natuurlijk ook aan deze kant. Van de groene uitstraling van die overhoeken aan de andere kant. Waar ligt nu de zaan? De zaan ligt aan de andere kant van deze huis. Zo. Ja, die sluiten het behoorlijk af. Ze sluiten het ook af. Ja. Hè? Dus, nou. En hier, als je ietsje verder doorgaat, zie je nog diezelfde wand. Hier zie je oude huisjes die weer de dijk volgen. Hier zie je een huisje wat weer de kabel volgt. En wat overhoeks, hier zit opeens een gat in de wand. En dan kijk je, patsch, neemt de rivier mee. En het huisje, tonk, heeft een hoek eraan. Wat Paul op de zaal kijkt en met de straat mee. Ja, en tegelijkertijd is het een zootje. Deze huizen die staan te verzakken. En hierachter staat die afgeronde bedrijfsbouw van palen. En hier staat weer een nieuw complex. Dus wat dat betreft terecht dat je dat zegt van je kunt het als het ware romantiseren. Ik vind het enorm leuk. Ja. Maar het gaat om dat je het kunt lezen. Want we zitten ook, het is lang niet altijd heel mooi, maar je kunt ook zien, hè, dit zijn natuurlijk recente investeringen. Mensen die wonen er best goed. Er zit ook waarde, er zit investering in. Je kunt niet zomaar denken van dit is een waardeloze begin en opnieuw. Het is altijd een soort coexistentie van iets wat gewaardeerd wordt en wat problematisch is. Maar het voelt ook heel erg als participeren. Van een exclusief uitzicht voor een heel dun rijtje woningen. En dan is het interessant om in de stedenbouw te kijken hoe kun je dat naar bijzondere plekje eigenlijk naar binnen trekken. Het is het verhaal over van de room with the view die drie straten verderop naar achteren ligt. Maar, Ivar,
nog even op terug. Die band van de Bouwmans de Zaan, die heeft natuurlijk dat probleem, dat je de zaan niet kunt zien. Dat hoort er van de bepaalde ook bij. En wat ik eigenlijk ook mee wil laten zien, is dat hier niet zozeer elk huisje meteen individueel de relatie met de space van de zaan heeft, maar dat het gaat om de sequentie. Dus het aaneenrijgen van die verschillende beelden, dat je wel die besloten band hebt, maar dat het een eigen sfeer heeft. Met dat groen in dat hekje en die tuin en die bomen. En dat je daarna het even knijpt en dat er hier een vooraankondiging is. En dat het hier zich op ons ontvouwt. Dus hier wordt als het ware even de view geframed. Dus daarmee wordt de overgang van place naar space, gaat in heel veel tussenstappen, wordt af en toe even gedramatiseerd. Dat zou heel mooi zijn als je naar het groene huisje op het barspad zou zitten, waarin een mooie lange straat eigenlijk, zeg maar, haaks op, bij wijze van spreken. Dit is ook met allemaal mooie ergertjes, met elke hoek zo, even het licht kunnen vangen van de zaal. Nou, dit is even, dat spreekt voor zich, maar je komt het veel tegen. En het heeft volgens mij ook iets te maken met houtbouw. Dat je een hout skelet hebt waarbij je de hoek eruit kunt snijden. Terwijl als je een gemetseld huis hebt en je haalt de hoek eruit, dan wordt het instabiel. Dit heeft bijna ook iets van een soort scheepsdetail. Nou, dan gaan we gelijk even door. Dit gaat over de zone tussen de dijk en de zaan. Nou ja, dat is, daar was het altijd al dringen, ook met individuele huizen. Iedereen wilde natuurlijk van de zaan profiteren. Dus dat probeerde je altijd nog een huisje tussen te vinden. En overigens een mooi verhaal, dit waren vaak wel wat de duurdere huizen en ondernemershuizen. Die iets met de boot en zo, met de molens te maken hadden. En het verhaal was dat als ze een jaar goed geboerd hadden, dan investeerden ze dat geld in een extra aanbouwtje van hun huis. Ook in dat hout, dat doe je heel eenvoudig. En die huisjes, die aanbouwtjes, die leven een goed jaar zijn. Dus hier zijn allemaal, al die huisjes, als je vanaf de zaak komt, zie je allemaal een goed jaar zijn. Allemaal. Maar goed, en dat verdringen, dat zie je hier ook een beetje, dat wiebelt heel erg met die zaan mee, had ik het er net ook al over, hè? Van een beetje met die stoeptreders. En dat is natuurlijk in de loop van de tijd geïndustrialiseerd en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot dit soort verdichtingen met fabrieksgebouwen, die alle grond tussen de dijk en de zaan uitnutten. En die ook helemaal meebewegen met de bochten van de zaan. En dus ook gewoon in de gevel meevouwen. Het is dus heel anders dan die houten huisjes die heel objectmatig als een bootje los in de ruimte staan. Deze, die uitnutten, volmaken, die worden volumineus, die worden sculpturaal. En die zijn ook vaak, dat kan je hier ook bijna zien, er is weer een stukje bovenop gezet. En weer een stukje tussen gezet. En weer een stukje modern tussen een stukje oud. Dus dat is ook heel additief. Daar was het goedjaarseinde meer van, als er een nieuwe productielijn geopend werd. Hup, dan werd er een gebouw bij gezet of iets bovenop gezet. En dat leidt tot dit soort samengestelde volumes. Die juist als vorm, ik zeg het, de onderdelen zijn vaak simpel. Dit zijn een soort kubussen, rechte dozen. Want de totaalvorm wordt heel complex en ingewikkeld. En met krankzinnige schaalverschillen. Van hier de raampjes van zo'n fabriek, en hier zo'n silo en zo'n zwarte tevel. Dus ook dat. Dit is niet het domein van de keurige, bedachte, esthetische architectuur. Het is ook gewoon door toeval tot stand gekomen. Maar ook hiervan denk ik, van het is als het ware de kunst om het te lezen. En om te waarderen. En te bedenken wat je ermee kan. En welke kansen erin zitten. Hè? Ja. Nou ja, je ziet dus dat Koolhaas is zo iemand. Die dat ongerijmde van samengestelde volumes. En het niet meer helemaal kunnen herleiden tot één gebaar. Die speelt daarmee. Dus ja, wat dat betreft denk ik, er zit een
tot inspiratie in, ook een esthetische inspiratie, die je wel hebt. Daar kan je denk ik van alles mee. Nou, en dan komen we natuurlijk ook bij vorm 4, hè, want hier zie je ook al die grote samengestelde volumes, die zo groot mogelijk geprobeerd te zijn. Die zie je krakend en piepend meebewegen met de rivier. Tot ze hier in zo'n hele scherpe bocht terechtkomen. Ze maken ook allemaal wel gevels. Hier is het gewoon dat kleine spul van de omgekeerde scheepsrompen die op het land getrokken zijn. Nou, deze beelden die ken je waarschijnlijk ook wel. En hier zie je, daar kom ik even bij gehaald, de oude kaart. Want hier zie je dat ook, laat ik zeggen, de systemen van die kavels, die kampstructuren, die gaan er ook een krakend komen. Hier zie je dat het heel gelijkmatig met de zaal meebeweegt. Net zoals hier. Hier hebben we de vorige keer om ontdekt. Er gebeurt iets anders. Er zitten oude ingepolderde meren tussen. Waardoor het dijkje eigenlijk hier eindigde. Hier doorging. En hier zie je eigenlijk een omgeklapte kampstructuur. Met de ruggengraat hier en de sloot in de andere richting. En die komt hier jukes op de zijkant. Boing! Net daarvoor. Is de zaal nog even de basis en er nog kabels in die richting? Dus, nou, dit is een analyse van Roy Beijhouwer, die hier laat zien dat dat systeem van Wormer, dat lint wat vanaf de zijkant aan komt zetten, terwijl hier allemaal de zaal nog volgt, en hoe dat hier allemaal begint te botsen. Nou, wat ik hier heel bijzonder aan vind, is dat die bocht die is zo enorm scherp, dat je vanaf één punt eigenlijk twee diepe perspectieven tegelijkertijd kunt zien. He, van deze lassie en deze die hoek. Je kunt vervolgens op allerlei plekken kan je die hele baai mooi afkijken, dat kan je hier mooi zien. Wat ik heel mooi vind, alle gebouwen volgt de baai. En hier staat er ook een gebouw dwars. Dat staat hier. Dat beëindigt als het ware even de bocht, dat maakt als het ware de baai, even af, verwijst naar binnen en daarachter staat die kerktoren. Dit vind ik altijd een zo'n soort mooie ensemble aan het eind van die ontarmende beweging. Maar wat je natuurlijk ook hebt, is dat je kunt die twee rivieren tegelijkertijd afkijken, wat een beetje iets hallucinerends is. Ja, dat is anders dan alles in de zaal. En dat wordt het over hier opgedraaien. En wat het ook betekent is dat die bocht is hier zo scherp dat je hier eigenlijk alweer tegen de achterkant van die gebouw gaat. Dus dat idee dat je af en toe die gebouwen in de werk hebt, dat is daar ook zo. En het is ook nog zo dat als je juist op de kaap staat, aan de overkant, dan kan je, nou ik geloof dat het nauwelijks van de theoretisch gezien, zou je eigenlijk op twee hele verschillende manieren de rivier aan de overkant. Dat is nou, ja, maar goed. Dat lijkt me voor het ontwerpen van die plek best nog wel een uitdaging. Of een, kan je daar iets mee? Dat je die twee verschillende kanten van dezelfde rivier vanaf één plek kunt zien. Nou, hier zie je de gebouwen in de bocht. Dit waren de oude gebouwen. Daar staan nog een paar resten van. Hele stoere, een beetje, ja, zelfs in de dak met bolle gebouwen. Die hun buik naar voren steken in die hele scherpe bocht. Heel gek. Nou, even kijken. Gewoon volgende dia. Ik kijk dit. Hè. Het zijn eigenlijk resten van die oude gebouwen. Maar uitgekleed, opgetopt. En ja, dus dat, ik vind dat het heeft zoiets magisch op de een of andere manier. Ook inderdaad met die teksten. En dan dit gebouw met eigenlijk een stenen houten gevel, zal ik maar zeggen, een voorzetgevel. Waarbij je het aan de achterkant is het flinterdun, het is bijna niks.
En dit is als je aan de overkant bent, dan zie je hier zie je weer wat die andere gemetselde vevel als je voorkant ziet. Die kijk je hier in de zijkant. Nou, je kunt het bijna aftellen. En tegelijkertijd op de voorgrond zie je alweer, hé, ingelijste tuin, houten huisje. Dus alle elementen van het Zaanse biom, zou ik kunnen zeggen, zijn hier ook voor het grijpen. Ze zijn volgens mij bezig om deze gebouwen te herontwikkelen. Hier staat, wordt nou geloof ik een soort kap opgebouwd. En het lijkt wel op als dus dit gebouw, nee even kijken, dit gebouw is dit gebouw. En dat zijn ze aan de achterkant aan het opdikken. Nou goed, ook denk ik voor de ontwerpopgave, grappig hoe je nou met die frontaliteit, en die zijdelingse frontaliteit, en voorkant, achterkant onderzoeken. Was het trouwens ook een manier om die grote dozen soort van te doen? Dus eigenlijk door zo'n gameboard voor te schuiven van, het is niet geen blijvende doos, zeg maar, maar eigenlijk is het toch wel. Ja, het is een beetje opschepperij. Ja. Net zoals trouwens die houtgevels. Zeg mij eens even. En dat was met de fabriek in een zekere zin ook wel zo. Ja. Monumentaal. Dat is echt typisch Zaans door echt grond te blijven. Nou, ik denk je zult in 19e eeuwse fabrieken zie je dat meer. Dat er in die tijd nog echt geprobeerd wordt om het een beetje paleisachtig of tempelachtig te maken. Of om het een beetje als een soort trapgevel te noemen. Deze mensen waren ook trots op hun bedrijven. Ja. Dat hoort ook bij. Ja. Met niet weggezet als van nou doen we de goedkoopste hal, want we zijn binnen met Albert Heijn bezig. Nee, het is ons levenswerk. Mijn zoon, ja. Ja. We gaan hier nog 3 jaar of 3 generaties mee verder. Ja. Dat het ander verhaal wordt. Nou ja, en wat je op de luchtfoto mooi ziet, is natuurlijk ook. Hier deze hele wand met fabrieken liep dus oorspronkelijk helemaal hierdoor. Hier zijn ze afgebroken en vervangen door de wandvloers. Met die schijven achter. Nou ja, dat hebben we wel. Ik weet niet, het is niet meer opgehaald. Maar ook heel erg leuk om hier iets op te bedenken. Wat ik hier zo grappig aan vind, hier zie je nog een beetje die schermgevers. En hier over zo'n open hoek. Nou, dat lijkt me een super spannend. Ik ben er nog nooit geweest, maar hier kan je echt. Op onze hele baai vanaf de overkant inkijken. Nou, ook zo, moet je kijken hier. Hier staat dat houten huis met die tuin. Met het houten hekje langs. En hier een soort opperland. En daar het opvullen van de opperland. Dus het zit ook zo vol met soort krankzinnige contrasten. Van heel robuust en stoer tot eigenlijk bijna alweer een soort landelijkheid, maar daarna meteen de recente dozen. En even kijken, ga ik dit nog vertellen? Ik kleed even door. Dit was eigenlijk meer een beetje een soort toegift. Oh ja, want ik moet naar die opdrachten. Jezus. Hier heb ik het over gehad, hè, van dat met het water meekijken vaak interessanter is dan dwars op het water kijken. Ja. God, wat. Jullie vinden het niet erg, hè, hoop ik. Hoe laat heb je het? Het is nu 11:40. Ja, goed. Dan komt er nieuw. Ja, dan moeten we wel. Ja, nee. Ik ga dit. Ik zal er proberen niet al te veel over te zeggen. En dan kunnen we er misschien straks over doorpraten. Want dit gaat over 2 opdrachten. Seeing, Drawing, Flying. Ik denk dat je die eigenlijk op locatie moet doen. En een andere die gaat over die kijkdoos. Seeing, Drawing, Flying heb ik vaker gedaan. Dat gaat eigenlijk over dat beginnen met een doorsnede. Die je opmeet. En van die doorsnede uit. Nou, die doorsnede bepaalt heel veel. Maar proberen om uiteindelijk daar. Een vogelvlucht uit op te bouwen. En dat begint eigenlijk met een soort eerste stap om die doorsnede op te meten met behulp van een aantal instrumenten die hier zijn afgebeeld. We hebben dat ook langs de Maasboulevard een keer gedaan met TU-studenten en een keer in Eiburg. En
dat opmeten, daar zou ik echt willen dat je dat gaat doen aan de hand van, nou ja, je mag een geodriehoek meenemen en één rolmeter, maar verder moet je het gewoon doen met uitpassen en met kijken en de verhoudingen schatten van een gevel. En bijvoorbeeld, dat is die truc met de duim, naar een gevel kijken en denk van, oh, die is ongeveer dit deel van mijn hand. Dat kan ik niet meten. Als ik dan omklap, dan kan ik het op de grond zien. En dan kan ik, mijn collega-student, dat uit laten passen. En dan weet ik hoeveel meters dat is. Snap je dat? Nou. En zo zijn er meer manieren om niet eerst even googelen, en want je kunt tegenwoordig dwarsprofielen ook gewoon meteen al in de maat zetten, maar je moet leren om maten te schatten aan de hand van gewoon ergens zijn en dat ook in verhouding tot je eigen lichaam te doen. En hier zie je wat schetsjes langs de Maasboulevard van de wordt de breedte van de straat wordt opgemeten, dus de hoogte van een gebouw wordt geschat, stijgers, heel ingewikkeld altijd van hoe je een talud een beetje in de smiezen krijgt. Dan worden al die aantekeningen samengevat tot een soort dwarsprofieletje. Dat wordt dan in de maat gezet. En vervolgens is de uitnodiging om in dat dwarsprofiel het perspectief te tekenen van wat je in de verte ziet. Hier dus die bocht van de Maasboulevard. Je ziet een beetje de opbouw van het gebouw, hoe het er toe omgaat. Van lantaarnpalen, bomen, hier iets met een dakje, benzinestation. In de verte zie je gebouwen. Ja, die kan je eigenlijk alleen perspectiefjes inschatten, dat kun je niet meer meten. Hier zie je gewoon buiten. Heel handig om een plankje te hebben, een klemmetje, waardoor je ondergrond hebt om het te tekenen. En hier zie je dat ja, de mensen er even echt wat meer voor zijn gaan zitten. Hier is een heel simpel basisprofiel, een iets hogere kade en een lagere kade, een opgezet randje. Maar vervolgens hoe het de bocht omgaat met die bomen, met een radarstation. En, nou ja, je herkent het allemaal een beetje uit Rotterdam. En hier een andere, ook heel grappig, want ook heel simpel basisprofiel, maar hier wordt het ingewikkeld met een lage kaart, eentje die omhoog vouwt, een helling, een talud, hier een benzinestation van Michel, ook dat erin staat, je kunt dit overzien, hoe het daarachter verder gaat, weet je nog niet precies, maar dus je bent eigenlijk al in het tekenen van het perspectief met je mind de wandeling aan het maken. Je bent te proberen te begrijpen wat er zich verderop bevindt. En de derde stap is dat je daar ook echt in gaat lopen, je aantekeningen maakt en dan een aardig stukje loopt. Hier, dit is een deel van die aantekeningen, van welke silhouet zie ik nou eigenlijk. Maar ook dingen op de voorgrond, wat ik zie, traptreetjes en boven. En zelfs leuningjes. En vervolgens, als je dat gedaan hebt, is de vraag of je dan kunt proberen een vogelvlucht te tekenen. Hier hebben we die wandeling gemaakt. Dan zitten we op een plek waar je de rivier opeens op een andere manier af kunt kijken. Waarbij je bijvoorbeeld ziet dat het Noordereiland een eiland is. En dan ontstaan er dit soort tekeningen. Waarbij je de rivier echt voorbij het Noordereiland ziet vouwen. Dit kun je niet meer in één perspectief zien. Dit kun je construeren aan de hand van je eigen ervaringen. En dit is helemaal een geweldige situatie. Dan ook hier, ze zit hier, Katharine Koekoek, en ze kan deze bocht overzien. Ze heeft ontdekt dat er een eiland ligt, maar ze heeft uit haar herinnering weet ze van, oh, mijn Erasmusbrug, dwarsas en dan de spoorlijn en hier uiteindelijk het station. Dus dat is een soort combinatie van wat je gemeten hebt, wat je gezien hebt, wat je ervaren hebt en wat je op de kaart kunt zien, want hier is ook wel even gespiekt. Gewoon de kaart erbij, niet overtrekken, maar als het daar natekenen. Dit is een beetje natuurlijk de opzet naar jouw Venetië tekening. Ja, en het is ook eigenlijk de reeks die Paul Broekhuizen maakte van de dwarsdoorsnede van Durgerdam naar het stelsel van die baaien. Ook vanuit de doorsnede begonnen. Die dan
construeren, wat je op een grotere schaal allemaal daarachter kunt zien als je aan het wandelen of aan het fietsen gaat. Nou, een andere oefening die ik wilde laten doen, die noem ik even de voortuigende kijkdoos, platslaan, omvouwen en kijkdoos. En ik denk dat het ook goed is om die moet je denken in een combinatie van thuis met een plattegrond en dan knippen, plakken, vouwen. Maar ook wel heel erg goed kijken, je moet een bepaalde plek kiezen waar je begint. En die moet je denk ik ter plekke kiezen. Er moet een plek zijn waar naar jouw idee place en space samenkomen. Waar je wel zou willen zitten, waar je wel zou willen wonen. Of waar je wel een ontwerp zou willen maken. En het zou naar mijn idee interessant zijn als het een soort plek is die ook iets met die gekke richting en contrasten. Waar we het over gehad hebben. En ik zou zeggen, ga daar kijken en noteer als het ware de gevels die je daar ziet. Zoals die man of vrouw dat gedaan moet hebben, die lange rol maakt van die geveltjes langs de zaal. Dus simplificeer het ook van nee, het is een puntje, hier zit er drie aan, er zit een ingang hier, er zit een ingang hier, er zit een doos. En dit zou bijvoorbeeld zo'n plek kunnen zijn, daar hadden we het net al over. Dit zou zo'n plek kunnen zijn, ook met gekke verdraaiingen. Met kleine volumes, grote volumes bij de spoorbrug, het hogere veld. En dit zou bijvoorbeeld bij Vormerveer kunnen zijn. Nou ja, dan heb je me zo'n plek. Place, verdraaiingen. Zou ik er willen wonen? Zou ik een gebouw willen ontwerpen? Of hier, van de ingang van het gebied. Nou, wat komt daar dan niet allemaal bij elkaar aan? Grote volumes, kleine huisjes. Zou ik er willen wonen? Nou, misschien als ik een heel goed ontwerp maak. En dan het idee is om die... je moet dus een goede plattegrond vinden van een behoorlijke schaal. Om die gevels plat in de plattegrond te monteren. Maak een middeleeuwse tekening. Nou, dat ga ik even aan de hand van dit ding uitleggen. Dit is een tekening van Beverwijk. Het is eigenlijk een plattegrond van een hoofdstraat en een zijstraat. Met gevels erlangs, straatwand die hier een beetje terugvouwt. En hier omvouwt. En dan hier ligt de kerk op, zo te zien, een soort terp. Met een omheining en met een hek. En een voorruimte. En de bebouwing vouwt hier de hoek om. Met een soort groene zijkant. En dan zit er hier een omloop van die kerk. En aan het eind van die omloop hier zit een hek. En is dat ook weer een huisje. Dus als het nou gaat over zijlinkse frontaliteit, hè. Dit is frontale frontaliteit, dat kijken we naar die straat. Maar dit is zijdelinge frontaliteit. Hier is de zijgevel die eigenlijk de straat afkijkt. Heel interessant, net zoals meekijken met de straat, kan net zo interessant zijn als meekijken met de rivier. En hier is ook, ziet dit loopt rond, maar hé, hier is een ding wat aan het eind even het gezicht bepaalt. En die kerk is natuurlijk ook grappig, want dit is eigenlijk de zijgevel van de kerk, maar zo te zien is de hoofdingang met een eigen symmetrie. En je ziet ook sommige dingen kloppen wel, want staat die toren nou op één lijn daar? Ik weet het niet, maar... Dus het gaat niet om een heel exact, maar het gaat om een soort idee of een soort observaties meegeven. En ik vind het heel grappig van die tekening, dat je hier bijna de hele ruimte aan voorgesteld. En hier zit iets in moeilijks, want hier heb je de gevel plat geslagen, maar deze gevels kun je niet plat slaan, dan is er gewoon een diepte op de grond. Nou. Dit lijkt mij zo ontzettend leuk om te doen. Ik wilde het zelf ook doen, maar ik kwam er niet helemaal aan toe. Maar het moet ook niet alles voordoen natuurlijk. En eigenlijk is het idee, en dit is trouwens een andere, dit is het Drie Rivierenpunt in Dordrecht. En daar heb ik het gedaan, en dan is dit het stadsfront van Dordrecht en van Zwijndrecht en Papendrecht. En die hebben het ook naar de zijkant eigenlijk plat geslagen. En dit is nog hogere kunst, dat je het ook nog perspectiefisch doet, alsof je in de lucht hangt en alle gevels tegelijk kunt zien van één plein. En dit is een beetje hoog gegrepen misschien. Dit heet Exploded View, ja. Die laat ik helemaal zitten. Dit is Exploded View vanaf de onderkant, New York.
Heel curieus, maar dat is Steinberg, hè. En dan was mijn idee, als je dat gedaan hebt, dan zou je als het ware die gevels omhoog kunnen vouwen. En dan maak je er als het ware een soort maquette van. Maar dat noem ik een kamerschermmaquette. Dus je maakt geen maquette van de blokjes en van de volumes, maar van de wanden van de ruimte. Waardoor je eigenlijk de onbekleding van de ruimte gaat zien en hoe de wanden de ruimte maken. He, dus dan hoe die de place als het ware definiëren. Dit is een student van in Delft, die deed dat eens een keer. Dit is in New York, voor het allemaal bouwblokken. Waar zijn ze nou hoog en waar zijn ze nou laag? En je ziet, dat is allemaal nog, het is net aan het begin. Dus gewoon kartonnetjes vouwen, hoogte meegeven, wisseling van hoogte meegeven. En dan, als het even kan, de geveltjes die je genoteerd hebt erop. Als je dat als een soort kamerscherm opbouwt, dan ben je bent bijna een kijkdoos aan het maken. Nou, de vierde stap is plaats de fauteuil. Of het bankje. Hè, als het om een openbaar bankje gaat. En kan je als het ware daar een soort kijkdoos omheen bouwen. Van waaruit je place en space allebei kunt ervaren. Dit is voor mij ook echt een experiment. Ik ben heel benieuwd van of je er vat op krijgt. Het lijkt mij geweldig als je er een soort kijkdoos echt van zou kunnen maken. Misschien een opengevouwen kijkdoos, want waar zit het nog steeds? Maar het zou een tekening mogen zijn. En iets om te overwegen. Het is denk ik heel goed om dat eens een keer vanuit de bestaande situatie te doen. Het zou ook heel leuk zijn als je eenmaal je ontwerp hebt, om dat binnen je eigen ontwerp te doen. Wat is nou jouw favoriete plek in je eigen ontwerp waar je die fauteuil zou willen zetten of dat bankje? En waar je denkt van ja, maar hier heb ik echt die ervaring van place en space tegelijkertijd.